Voorzitter, een langere lockdown. Het is nodig, maar het voelt ook als een mokerslag. En dat vraagt om een aantal zaken. Betere naleving van de huidige maatregelen, goed testen en snel vaccineren, aandacht voor het onderwijs en een steviger economisch steunpakket. Voorzitter, het kabinet moet allereerst inzetten op betere naleving, want het blijkt lastig. Zo zien we bij thuiswerken. Bij de inspectie SZW komen veel berichten binnen van werknemers die gedwongen worden naar kantoor te komen. Wat gaat het kabinet hieraan doen? Voorzitter, het kabinet overweegt als schep bovenop de lockdown een avondklok. Een enorme inperking van onze vrijheid. En ingewikkeld ook. Er zijn veel uitzonderingen nodig voor mensen die 's avonds of 's nachts werken, zoals mensen in de zorg of bij bezorgdiensten. En denk eens aan mensen die de hele dag thuis werken, hun kinderen thuisonderwijs moeten geven. En die 's avonds dolgraag een luchtje scheppen om deze zware tijd vol te houden. Of mensen die single zijn en zich door deze lockdown heen slepen dankzij die spaarzame sociale contacten zoals even samen eten bij een familielid of goede vriend. En een avondklok heeft bovendien alleen effect als er gehandhaafd wordt. Burgemeesters, BOA's, politie, zij voelen er niets voor. Zij zeggen, wij lopen al op eieren. Handhaving van een avondklok gaat ten koste van ons werk overdag. En daarom zeg ik tegen het kabinet, kijk eerst naar de alternatieven die ook meer draagvlak hebben. Pak allereerst die tientallen brandhaardvluchten aan vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland en test zo snel mogelijk alle inzittende passagiers. Maar een avondklok, begin er nu niet aan. De heer Wilders. Ja, voorzitter, dank. Begin er nu niet aan. Begin eerst aan andere dingen. Ik hoor toch een klein verschil met toen u vol overtuiging in het debat, was volgens mij begin november, samen met mij en anderen zei niet doen en we ook die motie aan de meerderheid haalden. Betekent het nu dat u nog steeds zegt gewoon niet doen of zegt u nu niet doen, maar misschien volgende week wel? Heer Jetten. Nee, voorzitter, ik heb dat volgens mij ook in oktober of november toen we het daarover hadden ook aangegeven. Nu niet, is niet alleen vandaag niet, ik zie hem ook volgende week niet noodzakelijk zijn, ook gezien het advies van Dissel. Maar mochten we over een maand of over twee maanden in Londense situatie zitten, dan vind ik wel, moet je altijd met open vizier alle opties wegen. Maar op dit moment, een avondklok, ik vind hem niet proportioneel en ik vind hem ook niet effectief voor de situatie zoals we in Nederland nu in zitten. De heer Wilders. Goed, voorzitter. Mijn fractie is er altijd tegen, maar goed, er kan een nuance zitten. Maar ik vat de collega van D66 goed samen als ik zeg, tenzij er een situatie komt met inderdaad Ierse, Engelse toestanden met ambulances in de file voor de eerste hulp, met mensen die naar lucht zitten te happen, totdat we in zo'n situatie komen, kabinet niet doen. Correct.